Goeienaand, vanaand gaan ons kyk na hoe om water te riewe te bereken. So, wat ons het is, ons wil kyk, wat is die koste as ons 13 kiloliter water gebruik? Om dit te doen, moet ons kyk eerst na wat die tariewe is, wat ons gegee word en hoe dit werk. So, ons het hier ons intervalle, so wat die staan is, kiloliter is tussen 0 en 5 kiloliter. So wat beteken dit? Enige kiloliter tussen 0 tot 4,99 kiloliter water word binnen hierdie interval gemeet. En die koste daarvoor is 2 rand vir elke kiloliter. So dit is 2 rand. Also. Dan het ons tussen 5 en 10, so vanaf 5 kiloliter tot 9,99 kiloliter. 10 tot 15 is vanaf 10 tot 14,99 kiloliter. En hier word die kostes aangedui. Ok, so as ons kyk na die koste van 13 kiloliter water, kom ons gaan terug na die bord. Hier het ons een print van een beker en in die beker gaan ons water gooi. Toe dat is een strappel water wat dan inval. Soos ons weet, beker word van onderaf vol gemaakt en so word het geval. So, vir die eerste interval is dit tussen 0 en 5. So, wanneer ons ons beker vol maak, dan sal ons sê, ons het 5 kiloliter water ingegooi. Dus begin by 0, en is eindig by 5 kiloliter. So, vir die eerste fase, waar ons water ingegooi, is daar 5 kiloliter. En elke kiloliter kos 2 rand. Dan is ons klaar met die eerste fase. Dan is ons na die tweede fase en die tweede fase is tussen 5 en 10. So van 5 af tot by 10 moet ons nog 5 kiloliter water by die 5 kiloliter water wat alreeds binnen in die beker is gooi. So dit is 5 kiloliter daar. So ons het nou een totaal van 10 kiloliter water binnen in ons beker. So ons skryf neer 5 kiloliter vermenigvuldig en die prijs wat ons het is tussen 5 en 10 is 4 rand vir 1 kiloliter. So ons vermenigvuldig met 4 rand. Nou moet ons tot by 13 kiloliter gaan om die beker vol te maak. So ons het al reeds 10 kiloliter water in die beker, so ons moet nou een additionele 3 kiloliter water bygooi, dan is die beker vol. So dan sê ons 3 kiloliter water was bygegooi, maar die 3 kiloliter water is meer as 10, so dit val nou in die volgende interval, tussen 10 en 15, van die nummer 13 net tussen 10 en 15. En dit kos 6 rand. So dan vermenigvuldig ons dat met 6 rand. So nou kan ons verder gaan bereken. 5 vermenigvuldig met 2 geef ons 10 rand. 5 vermenigvuldig met 4 geef ons 20. En 3 vermenigvuldig met 6 geef ons 18. Ons stel alles by mekaar en het geef ons 8. 1, 2, 3, 4 en ons totaal is gelijk aan 48. So vir 18 kiloliter water sal jy, vir 13 kiloliter water althans, sal jy 48 betaal. Neem in acht dat het verander van tarief tot tarief, maar die methode bly precies dieselfde.